Hallo en welkom bij deze nieuwe video over SketchUp. In deze korte video ga ik het met je hebben over de polygon. En de polygon heeft twee opties, misschien wist je dat niet. De polygon is een meerhoek en die meerhoek die zit hier. En als je die gewoon lukraak aanklikt en een tweede klik geeft, dan krijg je bij de meerhoek meer hoeken. Dus ik heb in dit geval een zeshoek. Ik kan het zeshoek aanpassen door op de rand te klikken en hier te zeggen, nou, bij de entity info kan ik zeggen, jij wordt een achthoek, dan word jij een achthoek. Maar bij de polygon loop je tegen een probleem aan. En dat probleem is als volgt. Ik ben even een paar stappen terug gegaan. Laat ik eens kijken of ik tegen deze rechthoek een polygon aan kan zetten. Dus ik zet hier zo even een ankerpunt maken. Ik geef een klik. En je ziet dat het heel lastig is om die lange zijde tegen dat rechthoek aan te leggen. Dat lukt je eigenlijk bijna niet. Nou, daar gaat deze video over, want er zijn twee opties binnen de polygon. Dit is de ingeschreven optie. Je ziet er een cirkel omheen en de vorm ligt erin. En dit is de omgeschreven optie. Je ziet de cirkel en daaromheen ligt de polygon. En deze optie, als ik nu de rand tegen de rand aanleg, dan zie je dat dit één geheel wordt. Terwijl met de standaard optie die ik had, krijg ik een punt er tegenaan en lukt het niet. Nou, hoe doe ik dat nou? Ik pak de polygon. Ik zeg, nou ja, weet je, hier vandaan mag jij gaan starten. En ik tref aan, dus ik heb mijn eerste klik gedaan, als in ik zet de polygon neer. En na die eerste klik ben ik aan het heen en weer bewegen, maar ik klik geen tweede keer af, ik voer ook geen waarde in. Als ik nu de Ctrl-toets voor de Windows induw, of als je met een Mac werkt, de Option-toets, dan zie je dat je schakelt tussen ingeschreven en omgeschreven, als in inscribed en circumscribed. Nou, en als die dan goed staat, dan druk je hem er lekker tegenaan. En dan ben je klaar. Ik kan nu de gum aanpassen, de pushpool omhoog. Et voilà, hij ligt er perfect tegenaan. Niks meer aan doen. Dit is ook weer zo'n tip waarvan je denkt, hey, misschien ben je die nog niet tegengekomen. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Heb je er wat aan? Laat het me weten. Vind ik leuk. En ik zou zeggen, heel graag tot de volgende video. Groetjes.